uitzendingen worden mede mogelijk gemaakt door Rabobank Baarnsoest MS en Uvema. RTV Baarn is op zoek naar jou. Ben jij handig met de computer? Hebben het internet en de verschillende sociale media geen geheimen voor jou? Dan ben jij onze gedroomde nieuwe redacteur of editor bij RTV Baarn. Meld je nu aan. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try. We zijn het schoolplein aan het opknappen van de Montini-school. Mijn zoon zit hier op school. En ja, als onderdeel van NL doet, worden er verschillende klusjes hier op het schoolplein opgeknapt. De composthoop wordt gerepareerd. De verschillende constructies die hier zijn voor de kinderen. Met wilgetakken gevlochten. Er worden nieuwe wilgetakken ingevlochten. Het schoolplein wordt geveegd. De waterloop wordt schoongemaakt. Allemaal kleine klusjes die anders blijven liggen. Ja, je zegt net, nou, jouw zonen zitten hier op school. Zijn er ook toch mensen die zich aangemeld hebben die misschien niets met de school te maken hebben? Ja, klopt. Dat was voor ons ook een verrassing. Vorig jaar liep ik hier ook mee. Het waren het voornamelijk ouders, alleen ouders. En dit jaar hebben we ook twee mensen die komen speciaal uit Utrecht om hier mee te mogen klussen. Maar die hebben dan echt helemaal niks met de school te maken? De mevrouw die werkt hier in de buurt. Okay. En ja, als onderdeel van de werk, ik weet niet precies, dat heb ik niet nagevraagd, moet ik dan ook alweer bekennen. Maar die werkt hier in de buurt en die hebben hier op deze klus ingetekend via de NL Doet website. Nou, ik heb me via NL Doet de website opgegeven en ik wilde juist graag iets doen in Baren. Ik werk in Baren bij Max Studiepartner en wij zijn een studieinstituut, dus wij hebben wel wat met het onderwijs. En ik heb ook leerlingen van deze school, of die hier op deze school hebben gezeten, begeleid. Dus ik wilde heel graag iets doen wat een link had met het onderwijs en ik doe het dus vanuit Max Studiepartner. Dus vandaar dat ik het graag in Baren wilde doen. En wat heb je al allemaal gedaan vanochtend? We hebben daar alle schooltuinen aangeharkt en al het weggehaald compost neergezet. En nou zijn we nog lekker aan het vegen. Heb je een beetje groene vingers? Nou, ze zijn nu vooral zwart, maar ik kan het wel. Ja, het zit er wel in. Ja. It's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars and we're together. We kwamen allemaal mensen tegen met blauwe petjes op van het Oranje Fonds. Kan je even in het heel kort vertellen wat het ook alweer is, Oranje Fonds? Ja, tuurlijk. Nou ja, Oranje Fonds is natuurlijk een stichting wat zich inzet om eigenlijk socialisme te bevorderen en eenzaamheid eigenlijk te bestrijden hier in Nederland. Nou ja, het is al ontstaan eigenlijk als een cadeau voor het Koningshuis. Het is eigenlijk ontstaan in 2002 met de bruiloft van kroonprins Willem-Alexander en binnenkort koningin Maxima. Nou, daar is eigenlijk de stichting in de eerste instantie voor opgericht, als cadeau weggegeven. Nou ja, en het wordt eigenlijk al sindsdien, elk jaar wordt het actief ingezet. Nou, zoals vandaag hebben we de NL Doet actie. En elk jaar begint het ook steeds groter en groter te worden. Daar word ik zelf heel blij van. Nou ja, onze ultieme doelstelling is om eigenlijk ervoor te zorgen dat eigenlijk de boodschap is, niemand hoeft eenzaam te zijn. Vorig jaar hadden we ruim 300 mensen die meededen aan de actie. En dit jaar zijn het al ruim 400.000 mensen die meedoen. Dus het wordt wel elk jaar steeds groter en groter. Nou, ik kan wel vanaf vandaag roepen dat het echt een begrip
hip is geworden hier in Nederland. En dat we het elk jaar zullen gaan doen, absoluut. Dus het is al een succes, is het al? Ja, absoluut, absoluut. Ja, de beleving is al heel groot. En nou ja, natuurlijk televisiecampagnes heel groot. Gisteren was het uitgebreid op het nieuws. Ja. Nou, Willem-Alexander en Maxima zijn bij ons in Utrecht geweest. Katrijne, nou ja, dat is natuurlijk hartstikke gaaf. Ja, en dat zijn wel de activiteiten waar wij het voor doen, eigenlijk de projecten. Ja. Om ja, mensen samen te brengen en de eenzaamheid eens uit de wereld te helpen. Dit is gewoon een scouting labelterrein van Baren. Er zitten een paar in heel Nederland. Het is niet echt een scoutinggroep, maar het zijn gewoon plekken waar veel scouts kamperen. Je was net druk aan het timmeren. Wat voor klus doen jullie vandaag tijdens NL Doet? We zijn bomen aan het planten om ervoor te zorgen dat de natuur weer helemaal in evenwicht blijft na het kappen van een aantal oude en zieke bomen. We're together. Scouting Buitenzorg, Matthijs Verheggen. Ja. Als ik het goed heb, heb jij een beetje de leiding over deze groep? Nou, klopt. Ik ben ook beheerder hier op het terrein. Dus we zijn sowieso door het hele jaar heen zijn we hier bezig met de kampeerders en alles wat hier gebeurt. En dus ook deze dag, we hebben het georganiseerd. Een deel met onze eigen mensen, waar we ook door het jaar heen mee klussen. En lekker aangevuld met mensen uit de buurt, scholieren die lekker een kijkje komen nemen. En vooral de handen uit de mouwen komen steken. Ja, klopt. Als het goed is, kon je ook een financiële bijdrage bij het Oranje Fonds doen. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Ja, naast het opgeven voor de klus, voor NL Doet inderdaad, om ja, dus mensen te werven om lekker mee te helpen, kun je ook je klus daarnaast aanmelden bij het Oranje Fonds. Van, we gaan iets doen en vraag je aan van, goh, zouden jullie daar een bijdrage aan kunnen leveren? En dat hebben wij ook gedaan. We hebben aangegeven, van, joh, we vragen mensen te komen helpen om het bos te helpen verjongen. We hebben een oud landgoed, veel bomen, wat je hier ook kan zien, die af en toe om moeten omdat ze doodgaan, omdat ze ziek zijn. En we willen dat graag verjongen. En hebben het aan het Oranje Fonds gevraagd van, willen jullie daar een bijdrage aan leveren om nieuwe bomen te kunnen kopen die we met vrijwilligers kunnen planten. En nou, dat vonden ze een goed idee. Dus we hebben mooie eiken gekocht die we hier neer kunnen zetten. Ja, klopt. Mag ik vragen, en je hoeft geen antwoord te geven, maar hoeveel heb je dan gekregen? Ja, dat zijn vaste bedragen. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Volgens mij mag je maximaal €450 aanvragen. En dus wij hebben uiteengezet van, joh, dit zouden we graag willen kopen, een aantal eiken. En nou ja, dat zijn flinke aanschaffen. Dat is zelfs wel meer dan dat bedrag. En, maar we, dat bedrag, volgens mij is het zoiets, hebben we ook gekregen. En, dus dat is een hele mooie bijdrage. Daar zijn we ook erg trots op dat je dan echt zo'n aanschaf kan doen. Het is altijd keuzes maken. Ja. Hebben we hier het budget wat we hebben. En zoiets kan dan net eventjes zo'n beslissing, zo'n aanschaf zeggen van, nou, dan kan het. Dan gaan we er lekker mee aan de slag. Ja. Dus, En lukt het ook om de hele klus op deze dag te klaren? We doen ons best. We hebben lekker veel handjes, veel van onze eigen mensen aangevuld met de scholieren en mensen uit de buurt. Dus we zijn al een heel eindje op weg. En ja, het scheelt, we zijn eigenlijk nooit klaar hier. Dus dingetjes die we gepland hebben, dat gaat hartstikke goed. We zijn wel een heel eind mee. Vanmiddag gaan we nog even lekker verder. Dadelijk even samen lunchen, lekker een warme kop soep. En ik denk dat we een heel eind komen, ja, zeker. Crescendo, muziekvereniging Crescendo in Baren. En een hele gezellige club. Niet alleen muziek maken, maar ook sociale contacten. En ja, af en toe jezelf maar eens opofferen om het gebouw in goede orde te brengen. Dat hoort er dan wel bij. Ja, jij bent met de schilderklus bezig. Mocht je dat zelf uitkiezen of werd je er gewoon voor het blok gezet? Nou, ik had hem wel gereserveerd van tevoren. Ik was hier afgelopen dinsdag en degene die het coördineert, Arjan de Vlieger, die, daar heb ik het even mee opgenomen en die vroeg of ik kon schilderen. Nou, dat kan ik eigenlijk niet zo goed, maar ik doe het graag en volgens mij lukt het best behoorlijk zo. Dus, en het is minder zwaar werk dan in de tuin. Dus. Ja. NL Doet, dat is ieder jaar. Hebben jullie al eerder meegedaan? We hebben in ieder geval vorig jaar, daar was ik bij, ik weet niet of we het eerder gedaan hebben. Vorig jaar hebben we buiten met name de hele boel aangepakt. Nieuwe gazon, waar we binnenkort de eerste barbecue daar maar op gaan geven, geloof ik. En vandaag is binnen en buiten van alles een beetje. Ik zie daar een druiper, dus ik ga er onmiddellijk. Nou, we gaan maar gauw weer verder. Dankjewel.
Bakker Baarn is sinds 1895 een vertrouwd bedrijf in deze regio. Van oorsprong een drukkerij en de uitgeverij van de Barendse Courant. Inmiddels is Bakker Baarn uitgegroeid tot een full-service communicatiebedrijf. Bakker Baarn verbindt de nieuwste technologie met vertrouwde kwaliteit. Wij bouwen websites, drukwerkportals, bezorgen interactief drukwerk, crossmediale toepassingen en gepersonaliseerd drukwerk. Kom naar www.bakkerbaren.nl. Mijn eerste stikje altijd toen ik 3 was. Ja, het hoort echt bij me. Ik ben er gewoon mee opgegroeid. Bijzondere sportprestaties vragen om jarenlange toewijding. Van sporters zelf, maar ook van hun omgeving. Veel tijd steken, maar dat deden we eigenlijk ook omdat wij zelf onwijs leuk vonden om te doen. Daarom sponsort de Rabobank al ruim 15 jaar de hockeysport op elk niveau. Zodat een klein talentje kan uitgroeien tot een van onze gouden helden van Londen. Dat het gewoon weer flikken, dat is echt te gek. Hij is zo mooi. Sporters steunen van begin tot goud. Dat is het idee. Rabobank, een bank met ideeën. Ik wil graag 2 zonen voor hem. Goedemiddag. André van Hoek, Sivema. Dank u. Bijzonder sympathiek dat u hier vanavond alle aanwezig wilt en kunt zijn, ondanks de regen en het bar weer in deze mooie Pauluskerk op de Brink in Baren. Mijn dank daarvoor. We zijn hier vanavond bij elkaar om een heel mooie avond te beleven. Maar die avond, die heeft een doel. En waarschijnlijk weet u er al alles van af. En waarschijnlijk heeft u alles gelezen, maar ik wil er toch kort nog iets over vertellen. Deze avond is georganiseerd door de stichting Baren Helpt PRS. En de een zegt PRS en de ander PRIS. En ik zeg soms PRES. Het is Roemeens en de bedoeling is dat de stichting zorgt dat er een jaar lang een verpleegkundige wordt betaald hier in Nederland, in Baren, door u dus eigenlijk, voor het dorpje Peres in Roemenië. En dat dorpje ligt in een van de allerarmste gebieden in Roemenië. En daar zijn heel veel zieke, zeer zwaar zieke oudere mensen. En de verpleegkundige die u met uw steun en wij met z'n allen gaan betalen, heet Camilla, met een moeilijke achternaam, ik noem maar even Camilla. Ze is nog jong, maar ze heeft 13 jaar ervaring en zij kan die zieke mensen verzorgen. Ze geeft ze injecties, ze geeft ze verschoning, ze doet de boodschappen, ze doet alles wat een verpleegkundige moet kunnen. Ik kan het niet in ieder geval. En wat ook belangrijk is, ze weet hoe de hazen lopen, want ze komt zelf uit het dorpje. Dus ze weet precies waar ze moet zijn om dingen voor elkaar te krijgen. Magnify your name, Lord.
kiss of you and how your love will never fade. Words cannot express how I feel inside, but I can describe your glory divine. And as a token of my love, this is what I will do. I'll lift my hands and cry. Oh, wat voor doel is het precies? Ja, het doel is om geld te verzamelen, in te zamelen, om te zorgen dus dat wij het bedrag van 4000 euro bij elkaar krijgen. Om weer een jaar de salariskosten te kunnen betalen van onze wijkverpleegkundige in Paris, Camilla. Die daar goed werk verricht en ja, op allerlei soorten manieren zorgt. Dus dat de ouderen in Paris goed verzorgd worden op het gebied met medicijnverzorging, verband, allerlei soorten. Ja, ik noem het maar de wijkverpleegkundige zoals wij die ook in Baren kennen. En dat doet ze in het hele plaatsje en bezoekt ze echt alleen ouderen? Zij is geboren en getogen in Paris. Zij is werknemster van een grote organisatie in Reggen. Dat is een grote plaats in de omgeving van Paris. Zij is werknemster daar. En omdat zij dus daar geboren en getogen is, werkt zij dus ook speciaal in Paris. Want zij kent de mensen. Ja, het is alleen maar plezierig dus dat zij daar werkt. Waar ligt het precies? Paris ligt in Roemenië, in de Transylvanië. En het ligt bij de grote plaats, als de mensen het Roemenië kennen, in de buurt van Cluj-Napoca. Kunnen zij dat dan niet zelf betalen? Zij kunnen een heleboel zelf doen, maar dit zijn uitgaven. Dus de mensen die komen heel moeilijk, ze hebben weinig geld. De kosten zijn daar ontzettend hoog. En dit is allemaal extra geregeld vanuit de Diaconia om toch te zorgen dus dat de ouderen in Paris, dat ze toch nog goed opgevangen kunnen worden. Dus dat er ook een stuk, dat ze ook hun medicijn op tijd krijgen, hun verband op tijd wordt verwisseld. De extra medische zorg, wat bij ons in Nederland heel gewoon is, is daar niet gewoon. En we zijn blij dus dat wij op deze manier een steentje kunnen bijdragen dat Camilla daar aan het werk is voor op dit moment zeker 300 bejaarden in Paris. Wie treedt er vanavond op? Vanavond, misschien dat u het op de achtergrond al kunt horen, dat is het Get Together Choir and Band. Een gospelkoor van enthousiaste jongeren. Waar komen die vandaan? Ze komen uit Baren, uit Naarden, uit Bussum, uit alle dorpen of alle steden rondom Baren. Verder treedt ook op Gerard Wortel. Wereldberoemd in Eemnes, zoals ik het altijd noem. De Windy City Jazz Band treedt ook op. Vrouwtje Hoidinga had ook haar medewerking toegezegd, maar die moest helaas vanmiddag afbellen in verband met verdrietige familieomstandigheden. Ze had het graag willen doen, maar ja, als er bepaalde omstandigheden zijn, ja, dan is het heel erg. En ik wens haar veel sterkte toe vanaf deze plaats. Hoeveel mensen komen er, denkt u? Nou, vorig jaar waren het er ongeveer 160, 170. We hopen dat we hetzelfde aantal weer bereiken en ja, we hopen, iedere persoon die komt betaalt 10 euro, is 5 zorguren. Ja, iedere persoon die meer komt dan 160, daar ben ik al ontzettend blij mee. Hier komt Gerard Wortel. En Gerard Wortel heeft een repertoire bestaande uit Nederlandstalige, schertsende, satirische, maar ook, dat is heel bijzonder die combinatie, ontroerende liedjes. U luistert naar muziektheater in al zijn facetten. Gerard zal vanavond een aantal Nederlandstalige eigen nummers, zowel op gitaar als van achter, en dan komt een heel moeilijk woord en ik wil dat u dat ook eens eventjes herhaalt, achter zijn multiculti mega percus drumklavier ten gehore brengen. Nou, nu bent u. Nog eens. Multiculti mega percus drumklavier. U heeft het waarschijnlijk al gemerkt, ik zit nu in het tweede stuk, Piesto Rapidamando.
in een verlaten achterkamer. Ergens driehoog op het plein. Ben het huisnummer vergeten, ik zou toch ook totaal niet weten waar het geweest zou moeten zijn. Het klonk sinds jaren aangeslagen, berucht om ieder decibel. Zomaar tussen alle rommel en iets te overspannen trommel, niet zo lekker in zijn vel. Ooit sloeg de trom in grote zalen, meestal diep tot in de nacht. Altijd in de juiste stemming, want voor zover het om de trom ging, werd dat ook van hem verwacht. Tussen zweterige mensen en de geur van rook en wiet, van patat met mayonaise sloeg de trom de polonaise tot die weer de zaal verliet. Het succes kende geen einde, en waar de trom was, was het feest. Voelde zich al gauw verloren, als er geen feestje was geweest. Zal u niet zijn opgevallen, hoe gehandicapt ik ben? Nee, u heeft niets in de gaten, ik heb toch al mijn ledematen en organen ingewonden en een grote mond vol tanden. Ik heb toch beide ogen en oren, niet afhankelijk van donoren. En toch voel ik me beperkt, wat ik schaamteloos beken. Zal u niet zijn opgevallen, hoe gehandicapt ik ben? Praat niet over muizenissen. Zoals een been te moeten missen, ik heb het over grote zaken waarmee ik dagelijks heb te maken. Zoals de pech dat ik geen kans zie om 3 maanden met vakantie. Of de aankoop van een villa of een tweede caravan. Zal u niet zijn opgevallen hoe gehandicapt ik ben? Praat niet over kleinigheden waarbij een long is weg. We gaan nu genieten van een barenaar. En dat is de Windy City Jazz Band onder leiding van de bekende muzikaal leider Sim Kessler. I'm no good without you. Take my lips, I wanna lose them. You can take my arms, cause I never use them. Well, your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on here without you? Now you took the part that once was my heart. So why not take all of me? Neemt u van mij aan dat we ontzettend blij zijn dat u deze avond hier geweest bent. Ik hoop dat u genoten heeft van deze verschillende muziekstijlen. Wij hebben er in ieder geval ontzettend veel plezier aan beleefd ten tijde van het organiseren van dit hele geheel. Als laatste wil ik eindigen om u te vragen een fantastisch applaus te geven voor alle vrijwilligers en medewerkers die het mogelijk hebben gemaakt om deze avond te organiseren. Graag een fantastisch applaus. Nederland die houdt zich bezig met afleiding en plezier voor zieke en gehandicapte kinderen. En heel veel mensen kennen ons van het spel van de clown aan bed in het ziekenhuis. Maar we doen nog veel meer voor zieke en gehandicapte kinderen. En vandaar dat in de loop der jaren heel veel spelvormen zijn ontwikkeld. Zo toeren we met verschillende voorstellingen door het land. En afgelopen jaar is het Kliniek Clowns College geopend. En dat is naast ons pand gevestigd. Met meneer Henk. Oh, meneer de directeur, ja.
Ja, er is een hele grote groep, meneer de directeur. Het lijkt wel een kleine invasie. Ik weet niet of die hier allemaal op school willen komen, maar dan krijgen we het nog heel druk met de opleiding. Het Clinic Lounge College is een unieke beleveniswereld waar kinderen op voordracht naartoe kunnen. Dat zijn vaak kinderen die in een bepaald isolement leven door een ziekte of een handicap. Zij worden voorgedragen voor een speciaal avontuur door ons college. En dat is een hele avontuurlijke plek waar de Clinic Lounge worden opgeleid. Deze klok die geeft altijd de tijd aan als wij in de lokale matten. Biedt hij altijd. Nog een beetje vast. Wat doe je nou? Ik zet hem alleen even recht. Ja, je zet hem. Maar je zet hem ook aan. Die was nog altijd stuk. Die was kapot. Dat begint goed. Onze Clinic Lounge zijn professionele clowns. Het zijn geen vrijwilligers. Ze zijn bij ons in dienst. En voordat zij daadwerkelijk als Clinic Clown aan de slag gaan, hebben zij een speciale professionele opleiding gevolgd binnen Clinic Clowns. Die opleiding die duurt zo'n jaar en na dat jaar loopt zij ook stage en dan rollen zij zo met een clownsmaatje in het vak. Vandaag is het open huis bij Stichting Clinic Clowns Nederland. Wij willen heel graag bezoekers en andere geïnteresseerden, eigenlijk iedereen die alles een kijkje in de keuken heeft willen nemen bij Clinic Clowns bij ons thuis, uitnodigen. En omdat heel veel mensen ons kennen van de clowns in het ziekenhuis op bezoek, willen we hier ook laten zien wat we nog meer doen. Het Klein Zintuigenorkest is een voorstelling van drie clowns die muziek maken en via muziek de zintuigen prikkelen van kinderen die verstandelijk of meervoudig gehandicapt zijn. En de voorstelling is gericht op ongeveer leeftijdscategorie zo tussen 0 en 4 jaar. En via de muziek maken ze contact met de kinderen. De Gouden Neusverkiezing is een jaarlijkse verkiezing van de meest ludieke, bijzondere, beste actie die voor Clinic Clowns is gehouden. In 2012 zijn er zo'n 600 acties gevoerd voor Clinic Clowns en dat heeft in totaal zo'n 530.000 euro voor onze organisatie opgebracht. Dus je begrijpt dat actievoerders ontzettend belangrijk voor ons zijn en met de Gouden Neusverkiezing willen we ze in het zonnetje zetten. En de verkiezing is dus voor de meest ludieke of beste actie die voor Clinic Clowns gehouden is. Ik wil heel graag overgaan tot de officiële ceremonie en dat doe ik niet in mijn eentje. Dat doe ik onder begeleiding van de Clinic Lounge. Want we gaan nu beginnen met de winnaar van de bronzen neus. Met 626 stemmen is de provincie Utrecht. Hearts and Heroes. Ja. Daar zijn ze. Jullie maken er wel een feestje van, hè, zo. Ja, geef ze maar even een applaus. Dan de nummer 2. De winnaar van de zilveren neus. Met 865 stemmen is de provincie Zuid-Holland. Stichting Students for Society. Tromgeroffel alsjeblieft, want de allerechtste eerste winnaar van de Gouden Neus met 1428 stemmen, de provincie Overijssel, voetbalvereniging IEVV. Per doelpunt hebben de ouders gewoon gestemd, hoeveel geld ze wouden en dan hebben we dat allemaal bij elkaar gedaan.
En toen zijn we eigenlijk op één bedrag gekomen. 18.092,60 cent. We verwachten nu een aspergeboerderij op de Wakkere Dijk in Eemnes. Leni en Kees Post verbouwen al vele jaren asperges. In deze reportage hoort en ziet u meer over dit unieke bedrijf. U was asperges aan het steken, dat verwacht je niet in Eemnes? Nee, dat is ook heel apart hier in Eemnes, maar ja, de grond was ervoor geschikt. En toen ben ik voor de 10 jaar terug begonnen om asperges aan te planten. Ja, maar dat begin je toch niet zomaar? Hoe bent u er toe gekomen? Wel 3 jaar over zitten praktiseren. Want je begint niet zomaar aan iets. Want het was ook een gok om daar aan te beginnen. Maar ik stond een keer voor de keuze om te stoppen met de melkveehouderij of andere dingen te gaan doen. En toen ben ik dus gekozen dus voor asperges met vleesvee. En de grond was geschikt ervoor? De grond heb ik dus eerst laten keuren of het wel geschikt was voor asperges. Want een asperge is een plant wat veel vocht vraagt en een hekel heeft aan veel vocht. Omdat de wortels gaan erg diep de grond in. En de grond moet goed ontwaterd zijn, anders dan rotten de wortels af. Want dan kunnen ze niet ver genoeg de diepte in gaan. En hoe begin je dan zoiets? Koopt u een zaad? Nee, ik heb 1-jarige plant gekocht. Die hebben we dus, ik heb eerst de grond een meter diep los laten spitten. En toen hebben we dus de plantjes erin gezet. En dan kon je, die kunnen dan eerste jaar groeien. En dan kun je het jaar erop mag je 3 weken oogsten. En dan moeten ze weer rusten. En dan het jaar daarop mag je 6 weken steken. En dan het derde jaar kun je dus het hele seizoen. Ja, u heeft een heel groot stuk land. Maar hoe vaak steekt u nu? Nu steken we dus 2 keer op een dag. En van nu zijn we dus 28 april begonnen tot de langste dag. En hoeveel haalt u eraf? Nou, dat wisselt. Hè. De kilo's rekenen we geen eens. We steken gewoon de asperges die je kan zien aan de sterretjes. En die er iets wat boven komen, die worden eruit gestoken. En dan, dat doe ik dus morgens en dat doen we 's avonds. Kunt u het onbeperkt steken of is het een bepaalde tijd? Ja, je steekt totdat de eerste boven komen, tot de langste dag. En dan moeten de planten weer rusten. Energie opdoen voor het volgende seizoen. En hoeveel jaar kan dat? Elke 10 centimeter diep grond losmaken is 1 jaar steken. Dus als je de grond 1 meter diep losspit, kun je 10 jaar steken. En doe je 80 centimeter diep, dan kun je 8 jaar steken. Vindt u ze zelf lekker? Ik vind ze wel lekker, ja. Wat gebeurt er nu als je man terugkomt met de asperges? Zodra mijn man terugkomt met de asperges, dan worden ze eerst in een grote bak neergezet. Dat zijn allemaal kleine kratten. Van ongeveer 15 kilo, die worden dan in een grote groene bak neergezet. Dan komt daar water in. En dat water dat wordt teruggekoeld tot 4 graden. Daar blijven de asperges 6 tot 8 uur in staan. Dan gaan ze in het kleine bakje waar Kees nou mee aan het sorteren is. Daar haalt hij ze nou uit. Deze asperges hebben dus 8 uur in het koude water gelegen. Die worden nu op de band gelegd. En als ze op de band liggen, dan worden ze gesneden. Dat is het eerste wat je ziet gebeuren. En dan krijg je dat ze gewassen worden door de wasstraat heen. En op het moment dat ze uit de wasstraat komen, dan worden ze gesorteerd. En op het moment dat ze gesorteerd gaan worden, dan moet je echt gaan kijken naar de dikte, naar de lengte, naar de kopsortering. Ik ben nu aan het sorteren. De sorteringen gaan van wit naar violet gekleurd. Je gaat eerst alle witte sorteringen doen. Op het moment dat je de witte sorteringen hebt gedaan, staat verderop iemand die dan de
violetsorteringen doet. Je gaat dan op allerlei verschillende diktes ga je kijken. Je hebt 2,5 tot 3 centimeter en dan heb je van 2 tot 2,5 centimeter. Dan heb je van 1,5 tot 2 centimeter. En dan kijk je naar de kop van de asperges en je kijkt naar de kleur van de asperges. Dan kijk je naar de dikte en de lengte van de asperges. De lengte van de asperges moet tussen de 22 en de 17 centimeter zijn. Dan mag je ze als een volledige asperge verkopen. Zijn ze korter dan 17 centimeter, dan gaan ze in de soepbak. Dus dan krijg je alleen maar de koppen die je dan voor de soep kan gebruiken. Of dat je zegt van nou ik ga hapjes maken en ik gebruik daar de asperges voor. Dus je hebt hele dikke asperges, zoals hier heb ik een hele dikke zeg maar. En dan krijg je weer een hele dunne. Dat is het verschil tussen een asperge die je hebt in de witte sorteringen. En dan heb je de violet sorteringen. Dan krijg je ook weer een hele dikke. En dan gaat die door naar steeds dunner. Wat je ziet, het verschil van de asperges die je in 4 verschillende soorten diktes hebt. En dan kan je ze nog in allerlei klasseringen doen. Je hebt hier, gaat de kop al open, is die al wat groen. Dan kan je al niet meer hem verkopen voor een totale witte. De groene asperges beginnen al wat bitter in smaak te worden. De violet gesorteerde, dat zijn degenen die dus iets daglicht hebben gezien. Maar de smaak maakt niet uit met de hele witte. Alleen de mensen willen toch graag alleen de hele witte. Terwijl als je deze gewoon kookt, dan zie je er ook het verschil niet van. En de smaak blijft precies hetzelfde. Als je de asperges gaat schillen, is het handigste om hem plat op het aanrecht neer te leggen en dan van boven naar beneden te gaan schillen. Op het moment dat je hem geschild hebt, kan je een mesje pakken. En dan kan je aan de achterkant kan je een klein stukje afsnijden. Het is meestal bij deze asperges heb je al een heel klein stukje genoeg omdat ze vers zijn. En dan zie je vanzelf al dat helemaal rondom dat de sap uitkomt. Op het moment dat je zelf ziet dat het nog een beetje dof is, dan weet je dat je nog een schilletje hebt laten zitten. Dus dan moet je wel zorgen dat die goed geschild is. En dat je dan ook zeker weet dat als die klaar is, dat die ook goed klaar is. Want anders zit je natuurlijk dat je toch op een gegeven moment draden zit te trekken. Als je lekker zit te eten, dan denk je lekker een speestje, dan heb je toch nog een draad. Veel mensen hoor je ook over, ja, het is houterig of ik zit draden te trekken. Dat komt eigenlijk ook door en niet vers. En ook vaak niet goed geschild. Want het schillen is toch het allerbelangrijkste bij de asperges. En dat je ze eigenlijk ook dagvers haalt. Hoe verser, hoe beter. En dan kan je ze ook rauw eten. Ik wist niet dat je ze rauw kon eten, maar dat horen we nu. Je geeft er ook wel eens recepten bij als mensen komen? Nou, ik heb zelf nooit geen recepten klaar liggen. Ik geef wel mondeling advies altijd aan de mensen. Omdat heel veel mensen toch niet goed weten hoe ze de asperges moeten koken. En uiteindelijk is het ook zo, dat heb ik ook gezien in de horeca. Iedereen doet toch de asperges koken op zijn eigen manier. De een die doet het met de schillen onderop. Die maken een soort bedje voor de asperges. Waardoor je dus de schillen onderop en de asperges erop de smaak versterkt. Dus het is heel erg lekker. Zo doe ik het zelf nou ook. Maar er zijn ook koks die het in een theedoek doen. Er zijn koks die het met room doen. Half water, half room. Er zijn mensen die het met water en melk doen. Er zijn mensen die met zout en suiker werken. En wij zeggen, ja, ik zelf zeg altijd van, joh, probeer de zuivere smaak van de asperges te behouden. Dus doe alleen de schillen onderin, leg daar de asperges op en kook ze dan nagelang de dikte. Heel leuk om eens te zien. Jammer eigenlijk dat ik het zelf niet eens een keer kan proberen, dat asperges steken. Er is op 3 juni een open dag hier in Eemnes wat betreft de aspergeboerderij Post. We zijn in samenwerking met de VVV Baren Bunschoten hebben een fietsdag. Er is hier een controlepost en we zijn 's morgens van 10 tot 5 de hele dag te bezichtigen. Zowel op het land op de oude Eemnesseweg naast huis nummer 27. Als bij ons thuis dat je in de wasstraat kan kijken en in de winkel kan kijken. Dat je zelf eens met eigen ogen kan zien en voelen wat het aspergesteken is en wat het aspergesteken eten betreft ook. Er worden allerlei verschillende recepten gemaakt die dag. Dus je kan komen proeven de aspergesoep en de aspergesmaaltijden die we bereiden en salades. En de rest van de dag kunnen de mensen ook over de boerderij heen lopen om te kijken naar de koeien en de kalfjes die we nog hebben. Heb jij podiumtalent? Ligt jouw toekomst in het theater? Geef je dan nu op voor Baarn on Stage, jong of oud. Groot of klein. Iedereen van 8 tot 80 jaar kan auditie doen voor de leukste talentenjacht van Baarn. Waar alles, maar dan ook alles kan. Meld je nu aan via baarnonstage.nl.